Het monument van de dag staat hier achter me in de mist. Ik sta op de vroege zaterdagochtend in Zaandam. En hier werd in 2010 het Intel Hotel geopend. Een vernieuwing van het stadscentrum. Op een hele bijzondere manier werd de architectuur vormgegeven door Wilfred van Winden. Het zijn gestapelde Zaanse huisjes die als een soort enorme collage en een soort verwijzing naar de Zaanse houtbouw hier het nieuwe stadscentrum van Zaandam domineren. Het is eigenlijk allemaal nep, maar nep met een kwinkslag. En daardoor is het juist weer heel iconisch. Het hele gebouw is daarom iets waar zelfs buitenlandse toeristen van wakker liggen en naar komen kijken. Het is jammer dat het een beetje mistig is. Het is zeker een gebouw wat in de toekomst, wat mij betreft, nooit mag veranderen of mag worden afgebroken. En daarom is dit Intel Hotel van architect Van Winden uit 2010 nu al voor mij een monument. En vandaag het monument van de dag.